was dat? Oh ja joh, in 2006 releaste deze groep uit Utrecht het album Bonte Avond. Toentertijd schreef ik voor State Magazine. Ik heb het album toen gerecenseerd, hele positieve recensie over geschreven. Ik was echt te spreken over de producties van Freddy, zo heette die producer. En de MC's naam ben ik inmiddels vergeten, eerlijk gezegd. Ben je gewoon kwijt, hè? Ja, het valt me even niet op. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem heel tof. Ja. Maar die producties deden hem het altijd voor mij. En de vocal bewerkingen. Zonder ik die naam even niet onthouden. Dat wil echt niet zeggen dat die man weg te cijferen is. Nee, maar ik vind het juist altijd wel mooi. Een beetje. Ik zie dat dan als een pluspunt. Weet je, dit obscure. Van ja, je wordt meegezogen door die muziek. En het gaat ook echt om die muziek. Ja. Weet je, vergelijk het met The Who, weet je wel. Ze stonden met stocking caps voorop in een album. En het ging er niet om wie nou wie is, weet je wel. Maar het ging gewoon om de kwaliteit van de muziek. Exact. Dus het adds to the mystique. Precies. In het geval van deze groep, oh ja joh. Ik heb één clip ooit van ze gezien. Berry Berry, geloof ik. Mm-hmm. Ik heb ze nog nooit live gezien. Ik heb nog nooit een live datum van hun gezien ergens. Ik heb volgens mij nog nooit een interview met ze gelezen. En ik kreeg opeens een e-mailtje van die producer vorige week. En die wist nog dat ik die recensie had geschreven in 2006 toen ik fan was. Kijk. En die zei van, we gooien volgende week onze volgende platen online op de site. Ik stuur je ook alvast een cd'tje, geef me even je adres. Of niet, heette deze track. Ja, of beat of niet. Het idee is dat de vocalist, dat het maar niet lukt om alle nummers opgenomen te krijgen. Dus heeft die Freddy, van de vocalen die hij wel heeft, heeft hij een soort van hele vage beattape gemaakt. Met hele rare verknipte vocalen, gruwelijke producties. Echt een luisterervaring. Het is soms wel heel freaky, maar wel tight. Qua audio engineering zit het wel snor met die gast. Hij doet interessante dingen, man. En komt uit Utrecht trouwens, dus iedereen in Utrecht stand-up. Welke site kan je die tape checken dan? Gewoon op ojajo.com. Oké dan. En de cd heet Format MC. En dat is natuurlijk ook een grappige naam gezien de MC op de tweede plek werd gezet omdat er niet genoeg opnames waren. En hij eigenlijk de MC heeft geformateerd naar zijn wens in plaats van omgekeerd. Normaal gaat de beatmaker of de producer de muziek aanpassen voor de vocalist. Juist. Nu is zijn de vocalen aangepast voor de muziek. En dat vind ik ook een interessante kijk op muziek maken. Het is verfrissend, 100%. Lekkere, vage beats. Zeker. We gaan even weer naar wat andere muziek. Trump G's. Wat de fuck is dat voor precies, naam? Ik weet ook niet, man, maar het album heet Watching Me Closely en Currency rapt erop mee.